Bart Nevens, alle jaren zijn belangrijk voor politici, maar 2018 was voor u bijzonder belangrijk, want u hebt na de lokale verkiezingen beslist van een punt te zetten achter uw carrière hier in het Vlaams parlement. Ja, dat klopt. Ik heb meegedaan aan de lokale verkiezingen, zowel in mijn gemeente Kortenberg als lijsttrekker voor de provincie Vlaams-Brabant. En het resultaat is dat ik vanaf 3 december gedeputeerde ben voor de provincie. U was nogthans een actief parlementslid hier. Had u dat niet missen, die impact die u had op het beleid? Ja, ik heb dat hier graag gedaan. Ik vond het ook een boeiende wereld, het Vlaams parlement. En zeker de thema's waar ik mee bezig was in de commissie. Toch denk ik wat steentjes kunnen erleggen in die grote rivier. Al bij al ben ik ook blij met de keuze die ik gemaakt heb, omdat ik toch een realpolitieker ben. Dat is ook de laatste jaren meer en meer tot uiting gekomen. Ik ben nogal iemand die graag ziet wat dat hij doet. En dat mis ik uiteindelijk wel een beetje in mijn werk als Vlaams parlementair. En u gaat er dan vanuit dat u als gedeputeerde medevat zal hebben op die dossiers? Ja, ik denk dat wel. U weet dat wij als partij nogal bezig zijn met de rol van de provincie. Ik heb hier trouwens ook aan meegewerkt vanuit het Vlaams parlement om het kader te scheppen waarin dat de provincie zijn werk kan verder zetten. U weet dat er een keuze gemaakt is tussen grondgebonden en persoonsgebonden materies, waarin dat we gezegd hebben, oké, we gaan de provincie nog enkel de grondgebonden materies laten beheren. De afslanking van de provincie, de helft van de provincieraadsleden, ook de deputatie is verkleind, maar de uitdagingen binnen dat kader zijn nog enorm groot. En dan heb ik het graag ook over de klimaatdoelstellingen. Voor mij denk ik dat de provincie nog een grote bijdrage kan leveren aan het halen van die klimaatdoelen. Twee grote thema's, mobiliteit en wonen, wat in de provincie Vlaams-Brabant nu twee knelpunten zijn, al jaren aan een stuk. Ja. Mobiliteit, we staan continu stil met z'n allen. Of dat we nu naar Brussel rijden of naar Leuven, de grote mobiliteitsimpact en wonen, betaalbaar wonen. Ja, de grondprijzen swingen hier de pan uit, de nabijheid van Brussel. Mensen willen in de rand wonen voor de aangename leefomgeving, voor de natuur, de open ruimte. Allemaal zaken die onder druk staan en waar de provincie in mijn ogen een regierol kan spelen. Wij wensen ook sterke lokale besturen. Dus ook de provincie heeft daar een rol in om te zorgen dat we inderdaad tot die sterke lokale besturen komen. Ja. Zodoende dat de rol van de provincie ook in de lange termijn of in de termijn kan uitdovend zijn. Ja. Vroeger was de verfransing van die rand een problematiek. Is die nu vervangen door de internationalisering van die rand? Ja, die internationalisering is er steeds geweest. Men ziet dat de Vlaamse rand is opgedeeld daar waar vandaag de expats of in het verleden de expats zijn die ook bijdragen dat de rand verinternationaliseert. Maar Tervuren, ja, ook een stuk Sterrebeek, ook meer Hoeilaert en zo verder, zijn de mensen die eigenlijk geen noden hebben. Die spreken een andere taal, maar die leven daar op hun eiland en de rechtstreekse link is Brussel. Als men meer naar Machelen, Vilvoorde, Diegem verder doorgaat, ja, dan merkt men dat men daar qua internationalisering een ander publiek aantrekt. Mensen die soms hun eerste stap in Brussel zetten, van daaruit uitzwermen naar de rand, maar ook een aantal problematieken meenemen, zoals taalachterstand, geen werk, ook een aantal sociale problemen, de cultuur en zo verder. Dus daar zijn de uitdagingen des te groter dan bijvoorbeeld in Tervuren, Wezenbeek, Krainem. Ja, daar heeft men echt meer de strijd rond het behouden van het Vlaamse karakter in zijn algemeen. Maar in de andere kant van de provincie, ja, zijn de uitdagingen op sociaal vlak en de achterstand, inburgering, integratie groter. Ja. U wordt in dit parlement opgevolgd door Elke Wouters uit Grimbergen. Welke raad gaat u haar meegeven?
Ja, vooral haarzelf zijn. Ik heb dat ook altijd zelf geprobeerd. En ook de thema's die ik bespeelde, zoals rond afvalbeleid en de thema's bijvoorbeeld rond klimaat en natuur, die gaat zij verder opnemen. Ik heb al gemerkt dat zij al een eerste interventie gedaan heeft in de plenaire rond afval. Het zijn thema's die ons allemaal bekoren. Ja. Of we nu arm, rijk, groot, jong of oud zijn, het zijn thema's waar dat we dagelijks mee bezig zijn. Pak de thema's rond zwerfvuil, pak de thema's rond circulaire economie. Afval is de nieuwe grondstof. Pak ook het feit dat de impact rond al die thema's ook de toekomst bepaalt voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Want wie wil er nu dat zijn kleinkinderen op een afvalberg opkijken? Dus dat zijn zaken waar dat ik van vind dat we dat voor ons eigen, vandaag onze generatie, moet schoon schip maken met een aantal problematieken die wij in het verleden geërfd of gecreëerd hebben. Okay. Nevens, we hadden het daar straks even over die Vlaamse rand rond Brussel. Als we het hebben over een rand, zitten we snel bij het cordon sanitair, iets dat ingekapseld is. Hoe hebt u dat ervaren als parlementslid, dat cordon sanitair? Ja, ik denk dat we de twee moeten apart bekijken. Ik vind de thematiek binnen de Vlaamse rand en het cordon staan voor mij los van elkaar. Voor mij gaat het over democratie. Wat is democratisch? En persoonlijk stel ik me daar een aantal vragen bij, omdat ik vind als iedereen mag meedoen aan de wedstrijd en daar wint iemand en je sluit die uit na de wedstrijd, ja, dan heb ik daar een probleem mee. En denk ik dat dat geen goede zaak is voor de democratie. Ik merk ook dat er een andere benadering is voor een partij die extreem rechts is, die dat dan wel binnen het cordon valt en bijvoorbeeld een partij die extreem links is, die wordt bijna omarmd. Dus daar vind ik dat de politiek aan zich toch eens in eigen boezem moet kijken en bekijken. Inderdaad, als je mensen toelaat om mee een wedstrijd te spelen, dat men ze achteraf niet kan disqualificeren. Die spelregels moeten van in het begin duidelijk zijn. Iedereen mag voor mij meedoen als ze maar een aantal spelregels respecteren. En dat is niet racistisch zijn, niemand uitsluiten en een aantal normen en waarden dragen die dat ingebed zijn in onze maatschappij. En dan mag iedereen voor mij aan de verkiezingen deelnemen. Van het moment dat zij daar niet aan voldoen, ja, dan gaan zij zich zelf uitsluiten, ja. Maar niet de spelregels veranderen nadat de wedstrijd gespeeld is. Ja. Als we kijken op Europese schaal, maar ook in Vlaanderen, zien we toch een opschuiving naar de rechterkant van het spectrum. Hoe verklaart u dat? Ja, mijn persoonlijke mening is dat er inderdaad door een aantal problematieken in het verleden te minimaliseren en niet de juiste medicijnen toe te passen, heeft men natuurlijk mensen ook een beetje geïsoleerd, zal ik niet zeggen, maar toch, ja, zij beschouwen zich als zijnde, wij worden niet gehoord in deze materie. Onze mening doet er niet meer toe. En dat is iets, denk ik, waar dat we zelf ook moeten in eigen boezem kijken en ons afvragen, ja, waarom hebben we in het verleden die signalen niet op een deftige manier beantwoord? Het is toch duidelijk dat, zoals dat het vandaag gaat, het open grenzenbeleid, dat heel moeilijk is om daar ook, denk aan onze sociale zekerheid, denk aan de problematieken rond integratie en inburgering die moeizaam verlopen, de taalachterstand, ook de armoede die stijgt, ook in die doelgroepen, dan merkt men toch dat mensen zeggen van, het is genoeg geweest. Even, u kan er moeilijk over zwijgen, u gaat onmiddellijk naar uw dossiers terug. Het afvalplan, het droogteplan. U noemt zichzelf een reaalpolitiker. U hebt dat ook hier gedaan en u hebt hier de blikjes uit de cafetaria laten verwijderen.
Ja, inderdaad, dat zijn misschien symbolen. Daarmee gaan we de wereld niet redden. Maar ik vind het belangrijk dat we zelf ook als voorbeeldfunctie fungeren. Op elk niveau, of dat dan nu een lokaal niveau is, of dat dat in onze vereniging is, of dat dat in onze thuis is. Daar kunnen wij allemaal een steentje bijdragen om te zorgen dat de problematieken vandaag die dat we kennen kunnen aanpakken. En dat zal met iedereen zijn of niet zijn. Het feit dat altijd naar de overheid gekeken wordt om een aantal zaken op te lossen, daar moeten we vanaf. En we moeten zelf ook openstaan voor eigen initiatief. En dat wou ik ook als signaal meegeven van ja, de wereld veranderen begint bij onszelf en ook in dit Vlaams parlement. We kunnen niet de discussie voeren over statiegeld en blikjes als we zelf de faciliteit creëren om hier ongebreideld uit blik te drinken, terwijl dat we zelf vinden dat dat nefast is voor onze leefomgeving en ja, de natuur. Maar u hebt het genoemd, statiegeld op blikjes. Daar komen zoveel tegengestelde krachten samen. Ecologische krachten, economie en distributie. Er is allerlei lobbywerk aan de gang. Hoe gaat u daarmee om als parlementslid? Ja, dat is zeer moeilijk om daar een evenwicht in te zoeken. En persoonlijk ben ik ook soms geneigd om de kant te kiezen van wat dat algemeen wordt vanuit de maatschappij, waar dat men lobbyt voor, ik denk dan statiegeldsysteem, maar dan blijkt dan achteraf dat daar bedrijven achter zitten die het patent hebben op statiegeldmachines. Ja, dat moet je ten gronde bekijken. Wil je daar zelf een mening over hebben? Persoonlijk vind ik statiegeld geen goed systeem zoals het werd voorgesteld. Omdat voor mij is statiegeld, zoals dat u thuis uw bak bier koopt, u drinkt uw flesje leeg, u gaat met de lege bak terug naar de brouwer en u neemt eventueel terug een volle en u krijgt uw statiegeld op uw leeggoed. Ja. Dat is voor mij statiegeld. Dat is de zuivere vorm van statiegeld. Dat is ook hergebruik. De verpakking van uw bier, uw flesje, wordt terug gebruikt om een volgend flesje te vullen. Wat hier als statiegeld werd voorgesteld, dat was eigenlijk downcycling. Hè. Men maakt een verpakking, we zamelen die op via een statiegeld. U gaat daar meer voor moeten betalen. De winkelier moet het systeem natuurlijk inzamelen. Die gaat natuurlijk mensen en middelen moeten ter beschikking stellen, ook al gaat hij daar niks aan verdienen. En dat blikje wordt dan terug gemalen of geperst en daar gaat men een nieuwe grondstof van maken. Ja, dat is niet echt het statiegeldsysteem zoals ik het voor ogen heb. Ik ga voor herbruikbare recipiënten, maar eerst moeten we, denk ik, een analyse maken of dat men ook niet kan verpakking vermijden. Is het nodig dat wij in een wereld leven waar zoveel verpakking is? En daar zijn wij zelf ook natuurlijk, doen wij ook een bijdrage. Denk aan de bol.coms en de Zalando's en nu de Alibaba's, die elke dag met pakjes onderweg zijn naar ons thuis, naar ons allemaal. Zeker de jongere generatie. De afvalbergen worden groter, ook het transport om die pakjes tot bij u te brengen en eventueel terug te sturen. Want de helft van al wat we kopen, daar zeggen we nee tegen en sturen we terug. Dat brengt toch allemaal problematieken mee waarvan dat heel veel mensen en terecht zeggen van ja, we zijn niet goed bezig. Hè. We staan met z'n allen stil. Er is veel te veel afval. We krijgen het niet meer verwerkt. China heeft de poorten gesloten, want zij werden ook de afvalberg van de wereld. Dus we moeten toch zelf ook eens nadenken over de manier waarop dat wij leven en hoe dat we zelf daartoe een bijdrage kunnen leveren. Maar u had het over die bijwijlen verborgen agenda's van actoren die in het veld actief zijn, maar ook de politiek heeft zijn eigen agenda. Hoe kan u die agenda dan afstemmen op die andere agenda's? Ja, ik denk dat wij als partij, ik ben fier om te mogen zeggen dat ik wel groen en rechts ben, dat wij als partij belang hechten aan het klimaat en aan de natuur en ook het ganse energiedebat, dat wij daar ook een eigen
ja, een eigen agenda hebben. Mm-hmm. Hè? Wij gaan dan niet uit de weg. Wij beperken ons niet tot één of ander thema. Het thema rond milieu en natuur hebben we, dankzij een aantal collega's, waaronder Wilfried van Dalen ook, toch echt mee op de agenda gezet. En soms hebben we inderdaad standpunten ingenomen die verder gaan dan wat de Groene Partij hier in het Vlaams parlement realiseert. Dus daar ben ik wel fier op dat wij als N-VA, als Brede Volkspartij, ook die thema's mee helpen realiseren. En dat we daar soms inderdaad soms alleen staan met onze standpunten, omdat ze iets verdergaand zijn. Altijd vanuit het standpunt dat ze realistisch moeten zijn. En dat is het verschil. Wij zijn op dat vlak niet ideologisch, maar we zijn realistisch. Ook in het energiedebat merkt u dat. Ja, het moet betaalbaar blijven voor de burger. Wij kunnen vandaag waarschijnlijk omschakelen op alternatieve energie. Als we ons land vol met windmolens zetten, daar merken we dat er een aantal problematieken zijn van, ja, waar kunnen we ze nog zetten? In uw achtertuin, ja, u zou daar niet tevreden mee zijn, omdat dat ook een aantal problemen met zich meebrengt. Zonnepanelen, ja, dat kan. Hè. We hebben daar nog een marge om mensen te overtuigen om zonnepanelen te leggen. Maar als de overheid zegt van, ja, ik ga uw zonnepaneel betalen, ja, dan weten we wat dat daarvan van komt. De energieprijzen stijgen en de mensen die geen zonnepanelen hebben, betalen mee voor de mensen die zonnepanelen hebben. Was geen goede zaak. Achteraf is er een problematiek ontstaan. Nu is er gelukkig terug een opleving van het besef dat men moet investeren in alternatieve energie. Dus op dat vlak zijn wij ecorealist en hebben wij een aantal thema's die zeer belangrijk zijn naar de komende jaren toe en waar dat wij zeker onze schouders willen onderzetten. Ik heb nog een boodschap van de inwoners van de gemeente van Kortenberg, van de gemeente van Steenokkerzeel, van de natuurverenigingen, van de landbouwers. En zij hadden mij die boodschap gegeven. Zij sturen het masterplan terug. Wij vliegen over Brussel en dat is de enige manier waarop dit de luchthavenuitbater hier vandaag kan een serieus plan voorleggen als de lasten en de lusten verdeeld zijn over gans Vlaanderen en Brussel tezamen. Ik dank u. Bart Nevens, we hebben het gehad over de rand rond Brussel. Een van de terugkerende problematieken is de nationale luchthaven in Zaventem en de overlast die die met zich meebrengt. U zegt, ik ga voor transparante communicatie, ook dicht bij de mensen. U hebt dat ook dit hier en dit dossier nogal symbolisch uitgedrukt. Ja, ik trachtte altijd van, als ik op de bühne stond in de plenaire, om één, de aandacht te trekken van mijn collega's. Hè, want soms is het niet makkelijk om een specifiek thema hier voor een groep van parlementariërs te brengen. Dan moet je altijd, denk ik, starten met een goede binnenkopper. En op dat vlak heb ik ooit met een roze vuilzak zitten zwaaien, maar ook inderdaad had ik een papieren vliegertje in de plenaire gegooid. Niet zozeer om daar een spel van te maken, maar meer om de aandacht te trekken rond de problematiek van de luchthaven in de Vlaamse rand. En u weet dat er een aantal conflicten zijn tussen Brussel en Vlaanderen en de Vlaamse rand over waar dat vliegers mogen en kunnen vliegen. En wij vinden, of onze partij vindt alleszins, dat dit ook een stuk een communautair probleem is. En vandaar mijn reactie ook van waarom moet er een no-fly zone zijn buiten boven Brussel? En waarom moeten we dan de last die de luchthaven met zich meebrengt, en we kunnen dat niet onder stoelen of banken steken. Iedereen vliegt graag tot de vlieger boven zijn hoofd vliegt en dan vindt men dat de vliegers ergens anders moeten vliegen. En dus ik heb daarmee willen een statement maken voor te zeggen dat de lusten en de lasten boven of rond de luchthaven, dat die billijk moeten verdeeld worden en dat Brussel eigenlijk ook een deel van die lasten moet dragen. Waarom?
omdat Brussel natuurlijk ook voordeel doet van de nabijheid van de luchthaven. Men kan niet zeggen dat men de Europese hoofdstad van Brussel is, maar als er dan een vlieger landt, zeggen van ja, die mag niet in onze achtertuin of die mag niet boven Brussel vliegen. Ook de werkstelling, u weet dat Brussel kampt met een zeer grote... jeugdwerkloosheid. Ja, werkloosheid, maar vooral laaggeschoolden vinden moeilijk werk hier in Brussel. Persoonlijk ken ik de luchthaven goed en is er ook veel werk voor mensen die laaggeschoold zijn. De nabijheid van Brussel en de luchthaven, waarin om het kwartier een mogelijkheid is om met trein, tram of bus tot in de luchthaven te geraken, dat schept ook oplossingen om een antwoord te bieden aan die werkloosheidsproblematiek. Ja. Dus ik vind dat Brussel daar ook moet kijken naar de lusten en de lasten. Ja. En daardoor ook moet redelijk zijn in de verdeling ervan en niet alles afschuiven naar de Vlaamse rand en naar Vlaanderen. We hebben het over de verdeling van die lasten, maar als we kijken naar Brussels Airport, die wel in tegen 2040 40 miljoen passagiers vervoeren, dat is ongeveer 4 keer de hele Belgische bevolking. Ja. Is dat soort groei eigenlijk wel realistisch? Ja, dat vraag ik mij ook af. En ik snap vanuit het standpunt dat zij hun bedrijf leiden, dat zij natuurlijk willen zo ruim mogelijk openingen creëren om de luchthaven in de vitrine te zetten. U kent ook u weet ook dat die worden uitgebouwd door een Australisch pensioenfonds, die dat ook tracht van natuurlijk zijn aandeel zo gunstig mogelijk te hebben. En dus een luchthaven met potentieel heeft natuurlijk meer aantrekkingskracht dan een luchthaven waar men van zegt, voilà, hier, dat is de contouren en daar is geen marge meer in. Maar men moet inderdaad realistisch zijn en we moeten zelf ook realistisch zijn. Ik vind het niet oké dat een vliegtuigticket naar Londen goedkoper is dan het gebruik van de trein. Dus wij moeten voor korte afstanden moeten we ons een keer bezinnen over het gebruik van vliegtuigen. En dat is ook heel moeilijk, dat is ook een maatschappelijk debat, want iedereen gaat voor de goedkope vluchten. Als men ergens op vakantie wil gaan, ja, dan kijkt men rap naar de Ryanair's van deze wereld. Maar de vraag is of dat wel een duurzame en gezonde manier is, wetende ook dat het personeel van Ryanair niet altijd onder de meest gunstige omstandigheden zijn werk moet doen, om die prijs zo goedkoop mogelijk te houden. Ja. Kerosenetax wordt vandaag niet betaald, maar als u met uw wagen naar de pomp gaat vandaag, ja, betaalt u meer taxen dan dat de benzine of de diesel kost. Waarom niet voor de luchtvaart? En dat is natuurlijk de moeilijke, omdat je ook geen economisch kerkhof mocht maken. Veel bedrijven zijn vandaag ook gerelateerd aan de luchthaven van Zaventem. Denk maar de farma-industrie die zich gevestigd heeft en die ook Zaventem gebruikt om over gans de wereld onze medicijnen, die dat dan dikwijls via innovatie, universiteiten en kleine spin-offs een aantal uitvindingen gedaan hebben, die op wereldvlak primeurs zijn. Dus zeggen dat wij alleen een aantal maatregelen moeten nemen, ja, dat klopt ook niet. We zullen op Europees vlak en liefst nog breder moeten een aantal principes vastleggen van hoe dat we duurzame luchtvaart kunnen ontwikkelen. Ja. Maar dat mag niet ten koste zijn en wij mogen daar niet de dupe van zijn door te zeggen van ja, de luchthaven die heeft expansiedrang en die gaat een aantal gebieden rond de luchthaven gewoon inpakken en de leefbaarheid, ja, dat moeten ze er dan maar bij nemen. Wij moeten, denk ik, zorgen dat binnen de contouren van de luchthaven van vandaag, dat er een duurzaam luchthaven kan uitgebouwd worden, die concurrentieel is en die ook rekening houdt. Uiteindelijk is Zaventem de tweede grootste economische pool van dit land, na Antwerpen. Dus daar moeten we zeker rekening mee houden. 4 jaar geleden kwam u in het Vlaams parlement terecht. Uw inzet voor een groene en Vlaamse gordel rond Brussel trok u toen door naar het regionale niveau. U gaf er uw baan als hersteller van centrale verwarming en sanitair op. Dit laatste deed u met spijt in het hart, want u had altijd heel graag als arbeider gewerkt. Beste Bart,
In naam van het hele parlement wens ik u veel succes met uw nieuwe job. Het gaat u goed. Ja, Bart Nevens, als eigen fragment hebben we gekozen voor uw afscheid uit dit parlement hier. Wat mij daarbij opviel is dat u consequent benadrukt dat u uit een arbeidersmilieu komt en dat u eigenlijk daar wel fier op bent. Ja, dat klopt ook. Als ik mijn collega's zie, die meestal jurist of advocaat of professor zijn, dan denk ik dat mijn situatie vanuit als arbeider hier in het Vlaams Parlement terechtgekomen, dat ik daar echt fier mag op zijn. En dat heeft mij natuurlijk ook een aantal voordelen gegeven, omdat ik echt met mijn twee voeten op de grond stond en midden de mensen en mijn collega's van vroeger meegemaakt heb hoe dat het echte leven eraan toe gaat en niet een bubbel waarin dat soms het parlement leeft. Ja, dat is niet eenvoudig, maar ik ben blij dat mijn partij die kans ook gegeven heeft en dat ik die natuurlijk ook gegrepen heb. Het zou onlogisch zijn mocht ik zeggen van ja, ik ben maar een arbeider, ik heb hier geen plaats in het Vlaams parlement. Uiteindelijk is dit het huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers en ik hoop of ik denk toch dat ik gedurende mijn carrière hier in het Vlaams parlement het volk vertegenwoordigd heb zoals dat ook onze situatie is. Er zijn heel veel arbeiders hè, die 's morgens om 6 uur opstaan om op tijd op hun werk te zijn op de bouwwerf. En ik steek dan niet onder stoelen of banken dat mij dat ook hier soms mateloos in een beetje tegen de borst stoten, dat collega's de moeite niet troosten om op tijd te zijn. Ja. Een commissie die om 9 uur begint, waar dat je dan met twee collega's zit, ja, dan denk ik, stel u eens in de plaats van die arbeider dat het busje moet hebben naar de werf. Ja, daar wachten ze niet op. Hè. Dus die heeft dan die dag pech gehad hè, en niet gewerkt. Of een dag verlof moeten nemen, omdat hij niet op tijd was. En dat is toch iets waar dat ik hoop dat ik ook een beetje een steen kon bijdragen om hun daar ook attent op te maken dat men een aantal rechten en plichten heeft, dat mensen vandaag ook hun steentje bijdragen, ook hoe moeilijk dat soms is, om op het einde van de rit hun factuur te betalen en de schoolrekeningen te betalen. En dat ook meespeelt in het werk dat wij hier vandaag doen, door zelf ook het voorbeeld te geven. Ja, nogthans heeft dit parlement de reputatie van een technisch parlement te zijn en veel technische, concrete dossiers aan te pakken die nogal, zoals u zelf zegt, en een juridische omgeving zitten en door veel juridische mensen begeleid worden. Ja. Hoe hebt u dat aangepakt om daarin uw weg te vinden? Ja, ik denk vooral de omkadering. Hè. Ik had het geluk ook om in een grote partij te zitten. Dat wil zeggen dat er ook een sterke omkadering is en dat wij ook een aantal techniekers hebben binnen onze fractie die u kunnen helpen met een aantal technische dossiers. Maar ook een goede persoonlijke medewerker. En dat is toch ook wel belangrijk dat je een tandem vormt. Dat je ook samen een aantal dossiers ter harte neemt. Ik heb er altijd voor geopteerd dat mijn medewerker niet een veredelde secretaresse is. Wat ik niet wil zeggen dat die geen nuttig werk doet, secretaresse. Maar ik heb hem ook altijd de ruimte gegeven om inhoudelijk samen met mij een aantal dossiers uit te spitten en voor te bereiden. En dat heeft mij ook wel toe bijgedragen dat ik erin geslaagd ben om die zeer technische dossiers ook te doorgronden. En om daar ook dan uiteindelijk toch een aantal ideeën rond te lanceren of visies rond te creëren die belangrijk zijn. Het enige probleem is, hoe verkoop je dan zoiets aan Jan met de pet? Mm-hmm. En dat is altijd het moeilijke in de politiek. Men mag niet te technisch gaan, maar men moet wel goed technisch onderlegd zijn om te weten waar dat het over gaat. Maar uiteindelijk, als het puntje bij paaltje komt, moeten we ons toch ook in de schoenen zetten van de gewone man in de straat, man of vrouw in de straat. Want uiteindelijk zijn zij het die die wetten, of waar met die wetten moeten omgaan. Ja. En dat stelt soms, dat is niet eenvoudig. Ja, goed. Mogen we dan bij deze, Bart Nevens, een voorspoedig 2019 wensen en veel voldoening in uw nieuwe politieke carrière.
Dank u wel, dat zal ik zeker doen.